Welkom bij Barbecue Brommer. Mijn naam is Rinus Poot en ik ga jullie proberen een beetje inspiratie te bieden rondom de barbecue. We nemen vandaag een mooi stukje buffet en die snijden wij in dunne lapjes. En we maken een lekkere verse avocado crème voor op de bio buns die we op de barbecue stomen. We gaan lekker grillen, we maken een Aziatisch broodje. Haha, ja vu vrienden, ga lekker zitten. We gaan barbecuen. Barbecue is what we do. Zoals jullie weten ben ik eigenlijk wel heel erg gek op de Aziatische keuken. En in de Aziatische keuken worden allerlei technieken gebruikt. En andere technieken dat wij wel eens bekend mee zijn. Dus vandaag gaan we dat een beetje hanteren. En laten zien dat het natuurlijk ook prima op de barbecue kan. We gaan namelijk lekker stomen en dat soort dingen doen. Maar daarvoor moet ik eigenlijk eerst mijn stukje vlees gaan bekijken. Aan jullie laten zien en even laten zien wat we gaan doen. Zo, halen we hem uit de koeling, want ik wil dat hij goed koud blijft. Want ik wil hem namelijk dun snijden. Dit is een heel mooi stukje buffet. Wagyu buffet, dat kun je goed zien, want hij is heel mooi dooraderd. Dat vet wat erin zit gaat zo meteen smelten en geeft een hele mooie smaak. Serieus lekker. En ik weet dat het duur is, maar af en toe is het ook wel eens leuk om je eigen te trakteren. En dan is dit zeker de moeite waard om een keer te proberen. Ik zal meteen even laten zien waar die zit. En zoals je ziet, zit hij dus rechts onderin. Heel mooi stukje vlees. We gaan dus yakiniku maken en dat is dus dun gesneden wagyu vlees. Waar we straks op een hele hete plaat gaan bakken. Dat snij ik met een snijmachine en dat doe ik omdat je dan heel mooi dun vlees kunt snijden, ongeveer 5 mm dik. En denk je nou bij je eigen, ja, wat moet ik nou met zo'n snijmachine? Dat is echt wel handig, want heb je nou eens picanha over of buikspek, dan kun je er natuurlijk prima vleeswaren van maken voor op je brood. Maar goed, heb je nu je vlees en ga je dus snijden, zorg in ieder geval dat die goed koud is en stug, zodat je dus beter aan kunt zetten met het snijden. Dan loop ik gelijk weer even terug naar de barbecue, want ik moet nog even wat blancheren zo meteen voor een sausie. En we delen hem anders in, want we gaan zo meteen bio buns stoven. Kijk eens aan, dan heb ik hier een mooie volle pan met water. Ik heb warm water genomen, dan duurt het niet zo lang voordat het heel warm is. Die gaat er nu bovenop en dan brengen we dit geheel aan de kook. Want daarin gaan we zo meteen wat zeekraal blancheren en onze avocado's. We gaan namelijk een lekkere avocado crème maken en daarvoor neem ik 2 avocado's. Daar haal ik even de schil ervan af en de pit eruit. Blancheren ze kort voor een minuut of 2-3 in het water, tot ze helemaal zacht worden. Je kunt natuurlijk ook gewoon kant-en-klare nemen die gewoon kant-en-klaar, eigenlijk die al gerijpt zijn en helemaal zacht zijn. Maar ik wou dit gewoon even laten zien hoe je dat doet. Want we gaan ook met de zeekraal aan de gang. Dus het is een mooie combinatie, ziltige smaak. Zoals je ziet staat die lekker te dampen. De avocado's hebben we nu mooi helemaal gereed. Die gaan er als eerste in, want die zijn dikker. Dus die hebben een kortere tijd nodig als de zeekraal. Dus we laten ze even lekker doorpruttelen. En dan gaat zo meteen gewoon de zeekraal erbij in. En dan halen we alles in één keer eruit. Dit is zover klaar. Gaat even de deksel erop. En zo ben ik dan hier. En zo ben ik weer in de studio om een heerlijke avocado crème te maken. Want ik zei net saus, maar ik bedoel eigenlijk gewoon avocado crème. Ja, vrienden, ik gebruik hiervoor 2 avocado's en die zijn niet heel sterk van smaak. Dus daar moeten we een beetje voorzichtig mee omgaan. Het zou namelijk zonde wezen als je die smaak kwijt bent. Daarom gaat er ook maar een half rood pepertje erbij in voor een licht gloedje. En deze licht milde padronpepers uit het zuur zijn de perfecte aanvulling op deze avocado crème om een lekkere boost te geven. En om alle smaken lekker omhoog te halen gaat er natuurlijk mijn favoriete rub bij en dat is de SPG. En om de boel lekker smeug te maken gaat er een lekker Aziatische kupu mayonaise bij. Oh yeah, I love this in mijn bakkes. Mmm, hartstikke lekker hier bakkers. Maar goed, zeker alles klaar. Avocado crème is klaar. Ik heb hier de bio buns liggen op een bananenblad. Maar we gaan nu terug naar de barbecue, want we gaan ze stoken. Leggen we de bio buns even hier. En dan ga ik even uitleggen hoe we dat precies gaan doen. Allereerst haal ik de deksel eraf. Daar gaat er een rooster op. En neem gewoon een rooster wat jou het beste past. Als je dat gedaan hebt, mogen dus de bio buns op een bananenblad bovenop het rooster. En dan gaat er op zijn kop een Dutch oven bovenop, zodat van onderen de stoom eigenlijk in de pan belandt. En dan krijg je een ruimte die helemaal vol met stoom zit, zodat je die bouwbuns een tikken geven, zodat ze gaar worden. Zo, die leg ik even hier neer, want ik wil een plekje maken waar ik de bouwbuns warm kan houden. Zoals je zag heb ik al een bordje warm, die gaat er dus bovenop. Halen we de warme pan er eventjes vanaf. Die leg ik even hier neer, pak ik de bouwbuns op het velletje gewoon, lekker laten liggen. En dan gaan ze dus op het bord. Die nog warm is. Vervolgens gaat er gelijk bij onze theedoek, de pan, eroverheen. Dus nu blijven ze gerust eventjes een half uurtje warm. Gietijzer zit al helemaal vol met energie, dus die houdt het wel goed. Wajo, wat een hete knoepen!
Ja, dat blijft toch wel superleuk, hè, die wel het vuurschaal barbecue. We hebben het vlees namelijk heel erg snel op een hoge temperatuur gegrild. Perfect. En de buienbundels gestoomd. Dan gaan we nu verder naar de volgende stap. We gaan de buienbundels helemaal samenstellen. Maar als ik jullie was, zou ik ook zeker even blijven hangen. Want we hebben natuurlijk ook nog een prijs te verloten van vorige week. En als ondergrondje nemen we bananenblad, want daar hebben we dus ook op gestoomd. Dan flatsen wij even wat avocado crème erop. En dan vraag je je eigen misschien ondertussen af waarom geen zout en peper op mijn steak. Nou, dat zit in de ziltige smaak van deze zeekraal. En het pepertje zat ook al in de crème. Dan gaat er snel wat sesamzaad overheen en een overheerlijke teriyaki saus. Oh jee, en dan heb ik ook nog gemorst. Dan knallen we er gelijk een prikketje in en daar is dan onze bio bun gevuld met buffet. Wajo! Nou, dan zit het erop voor vandaag. Ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben. Ik in ieder geval wel. Hartelijk bedankt voor het vele kijken naar de video's. Gaat hartstikke goed. Dank jullie wel ervoor. Ik wil ook zeker even de barbecue lady bedanken voor het beschikbaar stellen van deze super gave barbecue. De winactie van vorige week. Maar wie heeft die nou gewonnen? Oh, dan moet ik wel even heel serieus kijken natuurlijk. 3, 2, 1. Martin van Veldhuizen, gefeliciteerd jongen. Jij hebt gewonnen de Spit on Firewall. Super gaaf, super tof. Neem even contact op via barbecuebronnen.nl en dan stuur ik hem zo snel mogelijk naar je toe. En net als elke week zeg ik dan, hashtag verrekte lekker. Oh ja, belletje, abonneren en tot volgende week jongens. Hey, jij daar. Kom je volgende week weer even kieken? Dan bedenk ik wat het lekkers voor in jouw bakkes.